Het platform voor strategische denkers, de Kenniskring, heeft gisteravond haar eerste bijeenkomst gehouden voor het jaar 2018. Het thema was een terugblik op 2017, verwachtingen voor 2018 en verder. Een van de gastsprekers was Albert Ramdin, Senior Director External Relations van Newmont Suriname. Hij gaf een terugblik op de verdiensten van het goudbedrijf en wat de verwachtingen zijn in dit nieuwjaar. Na zijn presentatie werd gevraagd of er meer uit de deal van Newmont gehaald kan worden. Want dat moet wel het geval zijn als we de jaarrede van de president mogen geloven, zei de vraagsteller. Wij hebben een overeenkomst dat kracht van wet heeft, omdat de mineralenovereenkomst bij wet, door de DNA is goedgekeurd. Dus het heeft wetskracht. Nou, er moet veel gebeuren om daar weer naar te kijken. Maar het is een multinational, we zijn altijd bereid om te praten en te kijken wat men denkt, waarover men praat. Het is een complex proces. De productie van goud en elke mijnbouwactiviteit is een complex proces. Laten we daar niet eenvoudig over denken. Ik heb geleerd hoe complex het is in anderhalf jaar tijd om goud te produceren. En het is niet eenvoudig om het zelf te doen. Dus je gaat partners moeten hebben die die expertise hebben, die jarenlang die expertise hebben opgebouwd. Die bereid zijn een stukje risico te nemen, zoals Newman een stukje risico heeft genomen om hier 12 jaar geleden te beginnen. En uiteindelijk is het succesvol geweest, vele andere projecten lukken niet. Dus in die context moet je kijken, als je kijkt naar garanties, want die garanties zijn ingebouwd in de overeenkomst. Ramdin ging ook in op de vraag of Surinamers die in een technische richting zijn afgestudeerd wel in aanmerking komen voor een baan bij het bedrijf. Ramdin zei dat hij zelfs een groot voorstander is van 100% Surinaams, maar ik ben ook realistisch, gaf hij aan. We hebben een vrij dunne, vrij ondiepe arbeidsmarkt hier als het gaat om technische kwaliteit. En dat bedoel ik bijna op alle niveaus. Bijna op alle niveaus. Sorry dat ik het zeg, maar de kwaliteit dat geleverd wordt is nog niet daar waar het moet zijn. Voor deze bedrijfstak. Het is helaas, dat is de situatie. En ik ben heel realistisch dan dit. Maar we zijn wel bereid om mee te werken aan het vergroten van die expertise. Omdat uiteindelijk het doel is dat het een Surinaams bedrijf wordt in termen van karakter, de invulling daarvan. En wanneer ik praat over, en Surinamers zijn enorm goed hoor, maar ze moeten getraind worden. We hebben ook vele goede mensen, ook in de technische kant van het verhaal. Onze geoloog, onze tweede geoloog, is iemand van Suriname. Onze mijngeoloog is van Suriname. Onze expertise op het gebied van health and safety is net benoemd als superintendent van Suriname. Dat zijn allemaal beroepen, functies die eerder door buitenlanders werden ingenomen. Dus het beleid is zeker om wanneer die expertise er is, lokaal, om het aan te trekken. 100%. Maar ik ben ook realistisch dat we niet elkaar voor de gek moeten houden. We zijn nog niet helemaal daar. Albert Ramdin, hij is Senior Director External Relations van Newmont Suriname. Hij sprak gisteravond bij de eerste bijeenkomst van de Kenniskring voor 2018 in het Lalaroek-gebouw.